Deze beschouwing, die gaat denk ik over zo'n beetje alles wat ik de laatste tijd heb ontdekt. Wat duidelijk is geworden voor mij. En dat schept me heel veel plezier. Ik voel me hartstikke lekker. Het is nu maandagochtend en ik heb vrij, morgen ook. Woensdag ga ik weer lekker poetsen en daar heb ik zin in. En 3 dagjes, dan is het weer weekend. Ik heb echt een leven als een luis op een seerhoofd. Schandalig. En ik heb mijn studio, mijn werkplek hier thuis, die heb ik de laatste dagen herverbouwd. En mijn gewone microfoon, die doet het niet meer. Oh, dat is niet zo goed, Perry. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik ben er het typje niet naar om dan in janken uit te barsten. Ik ben er meer het typje naar dat ik nog niet zo'n zin heb gehad om nou te gaan testen waarom die het niet doet. En ik weet het wel ongeveer. En dan moet ik gaan... Kortom, zo goed gaat het met mij. En mijn nieuwe werkplek is helemaal de pink. Oh, wat fijn. Aan mijn oude werkplek had ik zo'n microfoonstandaard naast mijn bed. Maar er is zo'n stofnestje. Dat is echt waar. Om de godganse tijd moet die standaard opzij. En dan moet je die weer onder met de stofzuiger. Nee, dat is helemaal niks. En die microfoonstandaard die is nu weg en die blijft weg. Die komt niet meer terug. En dan maak ik een microfoon hengelachtig iets aan mijn werkbank. Dat is veel handiger. Kortom, alleen maar verbeteringen. En mijn werkbank, daar lagen noodzakelijkerwijs allemaal spullen op. Maar die hoefden niet echt erop te staan. Die konden ook aan de buitenkant van de werkbank worden opgehangen of zo. En daar ben ik mee bezig. En dat doe ik lekker met plakband. Lekker simpel. En dat werkt niet helemaal goed bij je van alles. Maar ik ben er het type niet naar die daarover gaat lopen zeuren. Dat lossen we dan wel op. Maar het idee dat je met plakband de boel aan je werkbank hangt, zonder dat je met zo'n boormachine. Ik heb dat spul allemaal wel, maar ik ben zo lui als een kerkrat. En dat wil ik graag zo houden. Ik vind ook dat jullie allemaal lui moeten zijn. Je moet allemaal niet allemaal willen. Een beetje is goed genoeg. Kijk, het voordeel van, dit is even filosofisch, hè, maar aan mijn werkbank, daar moet dus aan een, dat heet een ADC-converter. Daar gaat mijn microfoonkabel in en daar komt een digitaal signaal uit. Dat is kastje 1. Ik had ook een USB-microfoon kunnen kopen en dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb zo'n klassieke oude, dat is mijn microfoon. Dat is mijn Shure SM58 en die heb ik nou dus niet. Maar goed, die moet dus in dat kastje. Ja. En dan heb ik ook nog nodig een USB-hub. En een serie 220 stopcontacten. Ja, die stonden allemaal op mijn blad. En nou hangen ze aan de buitenkant. En dan zitten ze vast met plakband. En dan wel van het dikke hoor. Niet van het gewone plakband, maar die dikke tape. Die kan je vrij goedkoop kopen bij de Action of zo. Je kan ook de officiële tape kopen bij de elektronica winkel. Maar dan betaal je. En dat is echt duur. En die heb ik niet. Want dat vind ik onzin. En dan kan je daar wel vast dingen met boutjes. En ik heb erover na zitten denken.
Dat kan allemaal wel, maar het punt is dat als je dan iets wil gaan veranderen, toch, omdat je het een tijdje gebruikt hebt en je denkt, ja, dit is niet helemaal, maar eigenlijk moet een stukje naar rechts. Kijk, als je met plakband werkt, trek je die tape los, die gooi je weg en dan pak je een nieuw stukje tape en dan hang je hem op een andere plek. Ja. Dat is ook voor jou in je leven, snap je? Als je dingen wil, doe het niet te perfect of zo. Want stel, je wil straks wat anders. En als je het dan perfect hebt gemaakt, dan moet je iets wat perfect is, moet je gaan veranderen. En maak je het dan weer perfect? Nou, waarschijnlijk niet. Ja. En dan ga je waarschijnlijk denken, nou laat ik maar niks veranderen, want zoveel werk. Zo moet je niet denken. Dat is wat ik geleerd heb. Nee, dat wist ik al wel hoor, dat is een beetje het thema van mijn leven. Je moet dingen goed doen. En meer niet. Dat is een 8, heet dat. Dat is een 8. Dat is dat komt overeen met de 8e letter van het Hebreeuwse alfabet. Grappig genoeg. De get. En de get, dat is de 8e letter. En daarboven moet je niet eigenlijk helemaal niks willen. Een 10 moet je niet willen. Dat is perfect. Een 9 is uitstekend. En dat wil je eigenlijk ook niet. Wat je wil, is dat het goed is. En wat is goed? Nou, wat goed is in mijn geval, ik wil die meuk van mijn werkbank af, zodat ik ruimte heb voor de dingen waar ik echt mee werk. Want zo'n ADC-converter, de kastje is niet zo groot. Maar de kastje doe ik verder geen drol mee. Er staat alleen maar ruimte in te nemen op mijn werkblad. En dat wil ik niet. Dus. En dan doe ik het maar zo. Hè? En als ik dan nu kijk naar mijn werkblad, dan, ja, er zijn al die dingen die ik dus niet gebruik, die zitten nu aan de buitenkant. Nou, mooi zo. En dan is het dus goed. En dan heb ik nu ook gecontroleerd dat ik heb dus nu 2 CPU's, 2 computers op mijn werkbank, namelijk mijn oude laptop en mijn nieuwe Mac Mini, met een lures van een beeldscherm. En die staan er nu samen gebroedelijk op. En ik kan ook allebei, daar kan ik lekker bij. En nou had ik al een tijdje die opstelling, maar dan was mijn laptop was mijn hoofdcomputer. En sinds vorige week is dat nu mijn Mac Mini geworden. En mijn laptop is nu nog maar sub. Oh, wat lekker. Dat is fijn, zo'n groot scherm. Toch. Bij mijn Mac Mini dan, hè? Dat ding is wel 40 centimeter breed of zo. En dat was een ding van niks. Qua geld dan €80 of zo. Nou, dat is voor mij 6 uur werken, 7 uur werken. Maar dat is te doen. Zo reken ik tegenwoordig. Vind ik wel handig. Hè? Ik verdien ongeveer alles bij elkaar iets tussen de 11 en de €12 per uur. Het is altijd een beetje moeilijk te zeggen met al die belastingtoestanden. Weet ik allemaal zo ingewikkeld. Het is ook zo. Hè? Waarom doen we zo ingewikkeld over de vergoeding die je krijgt voor de diensten die je verricht? Ik maak toiletten schoon. Ja, en geef me dan zoveel per uur. Dat krijg ik nooit te horen. Ik krijg een of ander bruto ding te horen. En dan moet je op het internet, moet je bruto naar netto. En dan blijkt weer met de reiskosten. Dat ja, nee, maar dat is een ander belastingstelsel. En je moet je wel, als je de eerste moet je... Bla, 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 bla. Ja, heb ik dat maar gedaan. Dan moest je op internet, dan moest ik dan aangeven. Ja, ik wil een kruisje. Weet je zeker dat je dat kruisje wil? Ja, ik wil een kruisje. Nou, dat heeft me dan €5 in de maand bespaard. Dus gaat mijn uurloon weer omhoog, doordat ik een kruisje heb gezet.
Geef me gewoon een bedrag per uur. Klaar. Ja, maar de belastingen dan? Ja, hoezo moet ik belasting betalen? Ik werk toch? Wat is dat nou? Ja, laten we even eerlijk zijn. Ik ga 5 dagen in de week naar die locatie toe en dan maak ik schoon. Let even op. 15 toiletten. Waarvan er 1 vaak 2 keer. Namelijk aan het begin van de dag. En als ik dan klaar ben, dan is Joris, je heet geen Joris, maar dan is Joris weer even wezen poepen. En dan ziet dat toilet er echt uit. Echt vies. En dan maak ik hem nog een keer schoon. Dus dat zijn eigenlijk 16 toiletten. En dan heb ik ook nog 4 badkamers. En dat zijn behoorlijke badkamers. Professionele grote badkamers. En daarvan moet vooral de vloer moet schoon. Een lichtbad moet schoon. De wasbak moet schoon. En de tegels, vooral de tegels rondom het toilet, moeten schoon. En wat je nog maar ziet. Als er een veeg zit, moet je hem weghalen. Maar de vloer is het belangrijkste. En die putjes, bij 2 van die badkamers, 2 van die putjes, die doen niet echt goed putje. Dat is ook wel even om over na te denken. En mijn baas heeft tegen mij gezegd, ja, die badkamers, dat kan echt niet, hoe dat muurt. En ik kreeg van hem chemicaliënontheffing. Dus ik hoef mij niet te houden aan de voorgeschreven dosering van het geconcentreerde middel. En mijn baas zei zoiets van, nou, ga er maar een factor 10 overheen. En we spreken af 1 liter van die geconcentreerde meuk. Die mag jij er per week doorheen draaien om te beginnen. En dan gaan we afbouwen naar 0,5 liter per week. En dat is belachelijk veel. Maar het ruikt lekker fris. En wij winnen. Ik en mijn baas. Dat wil zeggen, mijn baas zorgt voor de chemicaliën en voor de instructie. En ik doe het werk. Nou, dan heb ik ook nog 10 kamers waarvan de vloeren tip-top moeten zijn. En sommige bewoners die weten het altijd weer voor elkaar te krijgen om ontlasting. Je vindt het overal. Op de matrassen, dat zijn van die plastic ingepakte dingen. Dat is allemaal niet erg. Daar mag poep op. Daar zijn die matrassen voor. Maar dan ligt er weer poep op de matrassen. En dan wordt de ergste poep, die wordt door de begeleiding weggehaald. Dat hoeven wij niet te doen. En die vastgekoekte resten, die ze niet zo 1, 2, 3 wegkrijgen. Want zij doen alleen het grove werk. Ja, dan moet ik achteraan. En dan moet ik de rest van de poep weghalen. Want nee, we laten niet de bewoners 's avonds in bed kruipen op aangekoekte poep. Dat is niet fatsoenlijk. En dat die mensen dat doen, dat is niet het probleem van de schoonmaak. Sterker nog, dat is de oorzaak van de schoonmaak. Want als ze dat niet deden, dan had ik al die uren niet nodig. Dus ik zeur er niet over. En ik ken die mensen ook, wiens poep ik altijd lopen te dingen zo. Dus dat maakt me helemaal niet uit. Nou, dan heb ik ook nog 2 lange gangen. En 1 bewoner die heeft af en toe een kwaaie kop en dan gaat hij kwijlen en spugen. Dus nou, dat geeft van die ingedroogde vlekken de volgende dag. Nou, die moeten dus nat gereinigd worden. Dat is verder geen punt. Dat doet die jongen niet elke dag. Dus, ja. En dan heb ik ook nog 2 hallen. En in die 2 hallen, daar liggen inloopmatten, grote. En daar verzamelt zich dus al het vuil van buiten op. Mag je hopen, de rest wordt er binnen gelopen. Nou, die matten moeten er schoon. Dan heb ik nog 2 zijdeuren, die hebben ook een inloopmat. Die moeten ook schoon. Ik heb 2 washokken. Een washok is altijd heel schoon. Hey, hoe kom je erbij? Een washok zit vol met stof. Dat komt van die droger. En van de was. Ik heb heel veel stof.
Nou, het dwarrelt allemaal omlaag. En ze knoeien met het vloeibare wasmiddel. Dat is niet zo handig van vloeibaar wasmiddel. Dat ligt altijd op de grond en zit over de machine heen. Ja, dat moet allemaal opgeruimd worden. En dat doe ik. Dan heb ik ook nog twee woonkamers. En dat zijn knoeidozen als ze gaan eten. En de begeleiding moet dan helpen. Die moeten vegen en zo. Ik hoef niet alles te doen. En de begeleiding doet grove werk en ik kom erachteraan. En als ik geweest ben, dan is die vloer schoon. Punt. Alle gordijnen, van die gordijnen, die hangen tot op de grond. Dat is een of andere modedinges geweest. Dat is dan hip als je gordijnen hebt en die zijn te lang. Want dat ziet er zo leuk uit. Ik heb een vriendin gehad en die wilde dat ook. En ik zei, nee, dat gaan we niet doen. Maar ja, daar was ik er niet bij. Dus hebben ze van die gordijnen en die hangen op de grond. Heel stevig spul, kan niks mee gebeuren. Maar dan nog, het hangt op de grond. Nou, wat ik dus doe, is ik zet er altijd een knoop in. Hele losse knoop. Maar dan hangt hij een halve meter boven de grond. En ja, dan kan meneer Werry Pinkel, die kan er even zonder door. Hey. Kijk, dat is wat ik doe. Oh, nou, twee keukenvloeren. En de vloer van de bijkeuken. En alle rotzooi en papiertjes en dingetjes die ik onderweg tijdens mijn edele werk tegenkom. En die worden allemaal door mij in mijn eigen hoogstpersoonlijke vuilniszak verzameld. En aan het einde van de dag gaat die zak, en die gaat in de container. Oh nou ja, en aan het einde van de week, dan doet meneer Werry Pinkel een schone stofzuigerszak in de stofzuiger. Dus nee, ik loop niet met het stof van vorige week in de stofzuiger de woonruimte daar een beetje te vullen met ultra fijn stof van vorige week. Want dat kan niet, want die ligt in de container. En de stofzuiger, die maak ik als ik een schone zak doe, wordt de stofzuiger aan de binnenkant ook schoongemaakt. Als laatste met een vochtige doek. Nou, dat doe ik. En waarom moet ik nou belasting betalen? Denk daar eens over na. Is het een privilege wat ik heb? Ik klaag niet over mijn werk. Ik ben hartstikke tevreden met mijn werk. Ik ben hartstikke blij. Ik ben dankbaar. Maar ik snap niet waarom ik belasting moet betalen. Als ik dat doe. En ik begrijp eigenlijk ook niet heel goed waarom mensen die ik ken, die doen overdag helemaal niks. En die zijn 6 jaar jonger dan ik. En die krijgen 50 euro minder in de maand. Want die zijn zielig. Of zo. Maar die zijn helemaal niet zielig. Want ik ken ze. En maak ik mij er druk over? Nee. Hoe kom je ermee? Ik vind het een malotige wereld. Maar ik werk dan 23 uur in de week. Ik heb mijn natje, ik heb mijn droogje, ik heb mijn nieuwe studio. En ik heb nog vrije dagen ook. Zoals vandaag. En mijn dochter komt eten. Dan kijken wat die Trine Pien nou weer te vertellen heeft. Er zijn altijd interessante gesprekken die ik met haar heb. En ze is het ongeveer met met niks eens wat ik zeg. Dat is best een leuk uitgangspunt voor een gesprek, hoor. Ik vind het altijd heel grappig. Van, je kan hierover beginnen en dan gaat ze op de kast. Je kan daarover beginnen en dan gaat ze op de kast. En je kan daarover beginnen en dan gaat ze op de kast. En waar zal ik ergens over beginnen? Dat is echt weer te bescheuren. Ik vind het een heel lief kind, hoor. Ik ben verre van boos op haar. Helemaal niet. Ik ben stom verbaasd. Dat is wat anders. Maar het is niet de opdracht van mijn kind om dusdanig te zijn dat ik dat in één keer begrijp. Laten we nou eerlijk zijn. Even terug naar onze menselijkheid. In de tijden van corona
Waar ik allemaal achter gekomen ben met al die ongelofelijke rust. Heerlijk vind ik het. Tot nu toe vind ik de hele coronacrisis een zegen voor Nederland. Het enige is dat onze voedselvoorziening, daar gaat een probleem mee ontstaan. Dat zie ik aankomen. Er komt een ernstige verschaling aan. En buiten dat is er helemaal niks. Wat er dreigt. Helemaal niks. We hebben in Nederland spullen genoeg. Je hoeft echt niet bang te zijn dat je zo dadelijk geen elektrische grill meer kan kopen. Ik heb vorige week een elektrische grill gekocht, gloedje nieuw, in de doos. Met het verpakkingsplastic er nog omheen en alles. Voor €11. Dan moest ik wel met de bus naar Zuid. En dat kostte €1,80. En dan moet je ook nog terug. Dus dat wordt €3,60. Ja, €15 heb ik een elektrische grill. Dat vind ik niet duur. En een elektrische grill, het is pure luxe. Dat kan ik betalen. Van mijn 23 uur edel werk. Ik lach iedereen uit. Heb ik het idee. Heerlijk, vind ik. En wat onze voedselvoorziening betreft, die verschaling die eraan komt, ik waarschuw maar. Het is al heel lang bezig, namelijk. Het aanbod hier in Arnhem van de middenstand, dat was eind jaren 70, toen ik voor het eerst in Arnhem kwam. Van de vorige eeuw. Dus dat is ook alweer 40 jaar geleden. Maar toen was de middenstand van Arnhem, dat was heel divers. Je had van alles. En nu, en dat is niet van de een op de andere dag gegaan, nee, dat ging stapje voor stapje. Er was bijvoorbeeld een delicatessenwinkel in de Grote Winkelstraat. Het was een hele mooie winkel. En daar kon je kaviaar kopen. En dat was dan geen echte van de steur. En het was echt genoeg. Je proeft het verschil niet, echt niet. Je krijgt de caviar sensatie van die gefermenteerde visseieren. En ze hadden daarnaast natuurlijk van alles qua kazen en ham en andere vleeswaren en bijzondere zongedroogde tomaatjes uit Italië, dus zeg maar. En die winkel is weg. Dat snap jij toch ook? Die winkel is al jaren weg. Maar er was ook een hele grote groenteman hier in Arnhem, in het centrum. En daar kon je wel 8 soorten appels krijgen. En 3 soorten bloemkolen, bij wijze van spreken. Die is ook weg. Je had hier 5, zo'n beetje 5 goed lopende viswinkels. Waar je gebakken vis en zo kon kopen. En dan moest je bij sommige moest je een nummertje trekken. Alleen op een maandag, een beetje overdag en 's morgens, ja, dan kon je naar binnen en was je gelijk aan de beurt. Of je moest even wachten. En als het maar eventjes richting de donderdag ging, de vrijdag en de zaterdag. Ja, een nummertje drukken. Dat is allemaal weg. En dat is door de jaren heen. Ieder jaar ging er wel wat dicht. En dat houdt maar vol. En dan krijg je dit overheen.
Ja, daar hoef je geen Albert Einstein voor te zijn. En trouwens, Albert Einstein was niet zo slim. Dat is een over de paard getild idool. En dat is Stephen Hawking. Een rare mannen, maar dat is zij dan. Die economie, je kan het zien. En dat, dan heb je dus, kijk, als mens in een neergaande economie, kijk, je woning zal je, ja, die kan je natuurlijk wel kwijtraken doordat je de huur niet kan betalen, dat wel. Hè? Maar ja, ik weet van mensen met een uitkering en die hebben een eensgezinswoning in Arnhem-Zuid. Dan kan jij zeggen, ja, in die wijk wil ik niet wonen. Maar je hebt wel een huis met een voortuin en een achtertuin. Eventueel heb je bovenburen. Dat de eerste verdieping, daar woont dan, en die hebben dan een groot balkon en jij hebt de tuin. Of je hebt een bovenwoning en heb jij het grote balkon en dan kijk je uit op de tuin van de benedenbuurman. Maar dat is zo'n ding. Daar wonen Marokkaanse mensen met een uitkering. Nou, daar moet jij als Hollander ook kunnen wonen. Niet? Of een flesje in de Bijlmer. Nee, woonruimte hoef je denk ik niet zo'n zorgen over te maken. Alleen mensen die momenteel dakloos zijn, dat is niet zozeer vanwege het woningtekort. Maar dat komt omdat die mensen zich asociaal gedragen. En niemand moet ze. En dan zitten ze uiteindelijk dan bij de Albert Heijn te vragen om een euro. En ze hebben allemaal iets gedaan. En dan zitten zielige gevallen tussen. Die mensen kunnen daar niks aan doen. Ja, getraumatiseerd tijdens hun jeugd. Sociale zwakke gezinssituatie. En mijn dochter die werkt die op stage bij het Leger des Heils. En die heeft dus dagelijks gewerkt met de opvang van die mensen. En dan de zware jongens. Het eindstation. Lager kan niet. En al die mensen, die, ja, ze moeten zich wel gedragen. En zelfs dat hebben ze. Zelfs dan, hè, in zo'n situatie, weten ze zich soms niet te gedragen. Er was laatst iets dat mijn dochter vertelde, dat er kon niet gezamenlijk geluncht worden. Want een van de begeleiders die kon er niet bij zijn en nou, ze moesten even wachten, daar kwam het op neer. Dus er zou een half uur later of drie kwartier later zou er geluncht gaan worden. En niet eerder. Dus de lunch was later. We werden een rel, jongen. En lui werden boos. En dan is mijn dochter ook nog boos geworden. En dan had ze er een woedeaanval gehad. En hebben ze die lui allemaal verrot gescholden. En die bedaarde toen. Die dachten, oh, ze kennen we de dochter van Perry Winkel niet. En toen kreeg mijn dochter een huilbui. Toen ze alleen was. Oh. Je woonruimte zou ik me niet zo'n zorgen over maken. En je materialen zoals een koelkast en een wasmachine, dat zijn wel essentiële dingen natuurlijk. Hè? Daar zou ik me ook niet zo'n zorgen over maken. Er is nog steeds een prima tweedehands markt voor. Nou, en kleding ook niet. Ik heb vorige week, twee weken terug, heb ik een broek gekocht. En die was iets van 35 of 40 euro. Had ik nog wel verzendkosten. Maar als ik twee broeken had gekocht, dan had ik maar één keer verzendkosten gehad. Heb ik een broek gekocht met een riem. Tientjeswerk. En wat ik gekocht heb, dat was
bij bedrijfskleding.nl of zo. En dat zijn broeken, daar lopen die bouwvakkers mee in de rondte te sjouwen. En dat zijn broeken en die kunnen tegen een stootje. Ja. Die broek die gaat de rest van mijn leven denk ik mee. De kleding zal ik me geen zorgen over maken. Het is alleen voedsel. Dat is eigenlijk het enige. En het andere wat we gaan krijgen is een hele hoop vrije tijd. Want door die klap van die economie daalt natuurlijk de werkgelegenheid. Dat lijkt me logisch. Heel veel beroepen zullen niet meer nodig zijn. Die bedrijven zijn weg. Dan kun je zeggen, ja, maar als de economie aantrekt, dan komen die bedrijven weer terug. Ja, hè, na een bosbrand komt het bos weer terug. Maar het is niet zo dat volgende week er weer van die dikke bomen staan. Dat begint met hele kleine takjes. En laat je dat met rust, dan heb je over 50 jaar, 60 jaar heb je weer een bos. Dat snapt een hond. We krijgen heel veel vrije tijd. En de strategie, wat ik dus denk, maar daar kan ik er altijd fout in hebben natuurlijk, maar ik denk dat ze, dat het doel is dat ze ons alle levenslust ontnemen en dat wij om die reden niet langer gezinnen willen stichten, geen kinderen, daar gaat het vooral om, geen kinderen. En voor zover we wel kinderen hebben, is dat jullie dan de opvoeding gaan doen. Want het opvoeden van kinderen, dat is zo verantwoordelijk werk, dat kan je niet overlaten aan de ouders. Dat moet een beetje gereguleerd zijn. Dat is wat ze gaan doen. Moet je hier helemaal niks van aantrekken. Gewoon weten dat het zo is. Maakt er helemaal niet uit. Dat is wat ik nu ontdek. Het maakt helemaal niet uit. Het verandert helemaal niks. Ik zag over die corona. Ik zag op tv. Er was een tv-uitzending die stond op internet. En dat betrof de parkwachter hier in Arnhem. En die had, op een dag voelde hij zich niet lekker en dan wilde hij niet werken, ging hij in bed liggen. Heeft hij één dag op bed gelegen. Toen vond zijn vriendin het allemaal zo bedreigend, eng en oh no, moest de dokter erbij komen. En toen is de dokter bij hem thuis geweest. Nou, de dokter is dus bij hem thuis geweest. Met een assistent. En toen hebben ze bloed afgenomen. Toen hebben ze ter plekke het zuurstofgehalte in het bloed bepaald. Kun jij je dat voorstellen? Een huisarts die bij iemand langs gaat, want die ligt, de hele dag heeft hij niet gewerkt, man. De hele dag is ziek, hè? Ja, niet een kwartiertje of zo, hè. Het is niet dat ik even, nee. Het is, en hij heeft helemaal geen honger. En, man. En een beetje moeilijk ademhalen. En, het lijkt me griep of zo. Ja, dan ga jij dus langs met als dok en je neemt gelijk je assistenten mee en een hele apparatuur om het bloedgehalte en het zuurstofgehalte in bloed te kunnen bepalen. Want hoe doe je dat eigenlijk? Dat gaat tegenwoordig met computers. Ja, wat voor een computer dan, sukkel? En dat weet jij ook niet. Maar goed, het zuurstofgehalte van die man, dat werd dus onmiddellijk bepaald. En het was dus laag. Hoe laag, wordt hij gezegd. Het was laag, oeh. En toen is hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Want hij had corona. Ja, nu
Nu ga je denken, ja, nou, maar geloof je dan dat? Geloof je dan niet dat ze het... geloof je dan niet? Nou, mijn vraag aan jou is, geloof jij het wel? Geloof je zo'n bericht? Iemand kan een hele dag niet werken. Dan komt de huisarts op bezoek met een assistent. Dan gaan ze een bloedproef doen. Dan constateren ze dat er te weinig zuurstof in het bloed zit. Dan wordt er gezegd, nou, die heeft corona, die moet naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis hebben ze hem niet behandeld. Dan mocht hij gewoon ook in bed liggen, wat hij thuis ook had kunnen doen. En na 5 dagen voelde hij zich kiplekker en hij mocht niet gaan werken, want hij had corona. Hij mocht pas over 2 weken weer werken. Dus dan kreeg hij 2 weken vakantie. Dat is de parkwachter hier in Arnhem. Die man die lag zich ook helemaal dood over die coronacrisis. Even 2 weken vakantie erbij. En een week in het ziekenhuis liggen en elke ochtend lekker je papje krijgen. En dan mag je nog bezoek hebben ook. Dan mag je aannemen. Of mag dat? Nee, dat mag dan weer niet. Maar misschien op 1,5 meter afstand wel. Of dat hij mag Instagrammen met zijn leuke vriendin die hem daar heeft doen belanden. Dat is alles. En dan leggen we heel Nederland voor plat. Nee joh, die hele coronacrisis, dat gaat om geld. Dat wordt nou een keer wakker. Ik had het met mijn vriend Wim Kradertuin. Had ik het erover. Ik zei, in oktober vorig jaar, 2019, is er een congres geweest, gefinancierd door het Wereld Economisch Forum en de Bill en Melinda Gates Foundation. Ding dong, ringelong, ringenbel. Nou, en die gingen dan vergaderen met z'n allen en dan gingen ze een scenario voorlezen en dan allemaal over praten. En ze speelden dan, dat heet een tabletop exercise, dus een oefening, een bureaublad oefening. En ze deden alsof alle berichten echt waren. En wat zouden zij dan in hun wijsheid gaan beslissen aan maatregelen? Nou, dat was het platleggen van al het economische transactieverkeer. Niemand mocht zijn huis meer uit. Wereldwijde quarantaine. Dat vonden ze een goed idee, want dan zou het virus zich niet verspreiden. En er werd ook nagedacht van ja, hoeveel geld is er dan nodig ter reparatie van de schade die we zelf veroorzaken. Dus we veroorzaken schade, maar met dat wij die schade veroorzaken, moeten we natuurlijk wel die schade gaan vergoeden. En van wie zijn poen wordt die schade vergoed? Ja, van jouw poen natuurlijk. De poen van je kleinkinderen. Om het maar even beter te zeggen. Dus zo dadelijk krijg je dus corona-reddingsacties. En dan wordt er dus vanuit de Europese Unie belachelijke bedragen overgemaakt naar het coronavirus-reddingsfonds. En gaat de bijdrage per land aan de EU omhoog om de coronadinges te helpen. Want de EU is de grote weldoener. Nee, de EU is van de paus en die zit achter deze hele malloterie. En word dan een keer wakker. Ze zijn al in oktober vorig jaar waren ze al aan het bediscussiëren welke instanties dan het geld zouden moeten krijgen. Want als je al dat geld dan hebt, daar gingen ze al vanuit, nou, dan claimen wij een hulpfonds. En dat moet dan minimaal, ja, dat kan niet met een 10 euro natuurlijk. Nee, dan moet je het hebben over 10.000 euro per wereldburger. Dus dat is 10.000 euro keer 7 miljard. Nou, dat is toch heel wat euro's. En wie moet dan dat geld gaan verdelen? Moet dat 1 club zijn of doen we dat met meerdere clubs? En welke clubs dan? Want ja, 1 club, dat is toch een beetje raar, hè? Er moet eigenlijk dan wel dat er meerdere clubs zijn, zodat je zeker weet dat al dat reddingsgeld goed besteed wordt. En dan niet te veel natuurlijk, want dan raak je de controle kwijt. Dus een stuk of 12 clubs... En dan wordt er gedacht aan de Wereldgezondheidsorganisatie en het Wereld Natuurfonds en de groene ecosector en nog wat andere fantastische projecten. Ja, dat heet geld verdienen aan een crisis. En wij moeten ons er helemaal niet druk over maken. We moeten alleen maar denken, wow,
Ja, Perry zegt, heeft erg wel gelijk in. Ja, dus, wonen, dat wordt dus voor de toekomst geen probleem. We moeten misschien verhuizen naar zo'n klein klote kutfletje waar Perry woont. Maar daar schijnt hij heel erg tevreden te wonen. En dat is ook zo. Ik heb geen lift, maar... Hallo, ik loop nog. En ik zit rete veilig in een portiekflat. Dus mijn woning binnenkomen heb je er altijd nog 2 sleutels voor nodig. En je moet in de portiek geen herrie maken, want iedereen hoort je. En ik kan ervan meepraten, want soms is het uitermate ergerlijk. Maar niet echt, maar dan denk je, oh, dit zij weer bezig hoor. Terwijl we heel druk afscheid nemen van de gasten. Iedereen goed kan horen dat ze heel populair is. Nee, ze is een hele aardige vrouw. Zeg. Niks mis mee. En ze heeft een hond. Oh ja. Boven mij woont een pitbull. En onder mij woont zo'n jachthond. Hoe heet dat ook alweer? Hij heet Lucky. En zo'n spanielachtig beest. Een hele beroemde. Hoe heet zo'n hond nou? Zo'n Snoopy hond. Een beagle. En op de begane grond een vuilnisbakkerassie. Maar die slaat ook aan. Dus ja, ik zit hier reet veilig. En ik heb ruimte genoeg. In principe zou hier nog iemand kunnen wonen. Als je goed bij elkaar past. In principe zou mijn vriend Wim, dat zou hij niet willen hoor, want hij heeft zelf best een leuk huis hier. Hij zou wel gek zijn als hij iets zou doen. Maar hij zou in de kamer waar vroeger mijn dochter zat, zou hij in kunnen trekken. Maar dat gaat niet, want hij heeft allemaal spullen en hij heeft een woning met een woonkamer, hij heeft een keukentje. Hij heeft die eerste etage met 3 kleine slaapkamers. Die zitten direct onder de pannen. Het is niet groot. Maar vroeger woonde daar een heel gezin. Daar zit hij in zijn eentje. Hij heeft die voortuin. Wim Kruidentuin. Dat is letterlijk zo. Hè? En daar groeien allemaal leuke plantjes in. Daar is altijd wat te zien. En in zijn achtertuin heeft hij echt kruiden. Hij heeft salie en laurier met name. En het is echt zo'n type dat als je zou zeggen... Van, nou, het zou wel leuk vinden, ik wil ook een keer magie van je hebben of zo... We zetten hier een magieplan in. Ja, dus hij wilde ze niet even verhuizen. Ook wat om je woning, dat komt wel goed, joh. Beetje flexibel denken. Ja, Zoetermeer, dat is niet een plek waar je graag woont. In principe, ik woon liever in Arnhem. Maar ik denk in Zoetermeer, als je daar op een bepaalde manier gaat zitten en je kijkt er op een bepaalde manier tegenaan, dat je denkt van ja, ach, Zoetermeer gaat eigenlijk ook wel. Nou, spullen, nou, niks dus, dat is helemaal geen enkel probleem. Want je hebt niet zoveel spullen nodig, namelijk. Je moet een wasmachine hebben, je moet een wasdroger hebben, je moet een koelkast hebben, je moet een fornuis hebben, elektrisch of gas, maakt niet uit. Een oven is toch echt wel leuk. Een grill is toch echt wel leuk. Maar dat zijn hebben dingetjes. En je moet wat pannen hebben. Je moet wat borden, bestek. Nee, een boekenkast mag ik aannemen. En je moet een computer hebben. En je mobiele telefoon. Dan ben je klaar. Dacht ik. Een stofzuiger. Die ook hebben. Oh ja, en een boormachine en dat soort dingen. Maar het is ook goed als je iemand kent die dat allemaal heeft. En dan spreek je met zo iemand af van... mag ik jouw spullen dan gebruiken als ik ze nodig heb? En dan krijg je van mij een fles whisky in de maand. Dus. Nou, dat is een beetje veel. 2 flessen whisky per jaar. Dan gebruik je zijn boormachine. Dat is je minimum. Nou, je moet wat stoelen hebben en je tafels. En
Maar je inrichting is alles wat is toch wat het doet. Je moet goed nadenken over je inrichting. En wat doe je met je muren? Je moet een plek maken waar je fijn woont. En dat heb je voor het grootste gedeelte zelf in de hand. Want het is jouw huis. Ja, er moeten dus die spullen in, die heb je nodig. En je kleding. Dus ik zou niet weten waarom dat een probleem zou worden. Het is alleen die voeding. Voedsel zal duur worden. Maar daar is niet echt een probleem mee. En je kan prima de extra dingetjes zoals lekkere kruiden. Neem Wim dus. Wim heeft laurier en salie in zijn tuin staan. Dat groeit tegen de klippen op. Nou, zet je een maggieplant bij, heb je een maggie. En dan kan je ook lenteuitjes, knoflook, Spaanse peper, zeg maar. En dat zal steeds interessanter worden. Omdat de prijzen in de supermarkt omhoog zullen gaan. Relatief. En we krijgen minder te besteden bij gelijkblijvende prijzen. Maar dat is hetzelfde als dat de prijzen omhoog gaan. Je hebt minder te besteden. Maar je kan het altijd zelf nog gaan tekenen. En dat telen, dat kost ook geld. En het is leuk om ermee bezig te zijn. Daar heb je ook weer baat van. En neem Wim met zijn salie en zijn laurier en straks dan misschien die maggieplant en wat hij nog maar meer verzint. Hem kost dat helemaal niks. Hij geeft ze niet eens water. Die laurier en die salie, die groeien gewoon. En een maggieplant groeit ook gewoon. Maar ga je in je eigen woning kruiden kweken, dan zal je moeten bijlichten. Maar dat is niet zo duur. De kilowattuurprijs is nu 20 cent. Nou. En als je gebruik maakt van LED-verlichting, dat is weinig stroomverbruik en veel licht. Het gaat hard hoor. Dat is een LED-lamp met een wattage van 20 watt. Dus als je een LED-lamp van 20 watt 50 uur aan één stuk laat branden, dan kost je dat 20 cent. Ja, dat is toch te overzien, of niet? En voor de rest kost het zelf telen van dat soort spullen. Ja, je hebt wat eenmalige kosten voor kweekpotjes. Die plastic bakjes. Maar daar kan je ook. Ik heb van de week olie gekocht. Voor de frituur. En die flessen, die heb ik netjes bewaard. Want daar kan ik kweekbakjes van maken. Maar zo moet je het gaan doen. En veel vrije tijd dus, dat komt eraan. Dat is allemaal niet erg. Ja, maar die wereldwijde vaccinatie, hè, die ze dan willen doen, hè, dat. Nou, daar zie ik tegenop. Nou, dan moet je je niet laten vaccineren. Ja, want dan val ik buiten de boot. Ja. Dat is dan maar zo. Maar ik zou mij onder deze omstandigheden niet willen laten injecteren met wat voor een goedje dan ook. En zonder meer wil ik me niet laten injecteren met een goedje waar een patent op rust. Zodat ik niet eens mag weten wat erin zit. Daar hou ik niet van.
tenzij het goed getest is. Dan is het geen probleem. Maar dan moet het wel een goede test zijn. En goed geteste vaccins, die... Nou, er zijn vaccins en die zijn goed getest. In de zin dat ze echt getest zijn. Dus bijvoorbeeld, er is een vaccinatieronde geweest in het noorden van Australië. Ergens in de 20e eeuw. En toen trokken ze met medische toestanden van dorp naar dorp. En er was iemand en die ging erachteraan. Dat betekende dat die, als dus die mensen gevaccineerd waren, een aantal maanden later kwam er iemand kijken hoe het met iedereen ging. Kijk, dat is testen. En toen kwam die man erachter dat in die dorpen enkele maanden na de vaccinatie dat er allemaal ziektegevallen ontstonden. En in andere dorpen die niet gevaccineerd waren, daar trad dat verschijnsel helemaal niet op. Dus er was duidelijk een correlatie tussen het moment van vaccineren en de paar maanden daarna dat iedereen ziek werd. Of iedereen, maar veel mensen. Zelfs sterfgevallen. En toen heeft die persoon de postkoets gepakt en die is dan naar het front gereden, zullen we zeggen, van de vaccinatiegolf. En tegen die mensen gezegd, ja, je denkt dat je lekker bezig bent, maar ga eens even kijken in die gebieden waar je 6 maanden geleden bezig was. Zoveel zieken, zoveel doden, waar ben je mee bezig? Hou er mee op. En die vaccinatieronde is toen, door dat alarmbericht van die persoon, is die vaccinatieronde gestopt. Oh, ja, dat wisten we ook niet. Oh ja, maar goed dat ik het zeg, hoor. Goed dat ik het zeg, hoor. Ja, dan houden we er nu mee op. Oké, jongens, stop maar met injecteren, want deze meneer die is langs geweest bij iedereen die we geïnjecteerd hebben. En dan 6 maanden daarna, hè. Maar een paar maanden daarna, dan voelen mensen zich niet zo lekker, hoor. Dus houden we maar mee op. Nou, zo zit het in elkaar. Ik kan er verder geen donder aan doen. En ik laat me niet injecteren. Alhoewel, binnenkort kan dat via mijn werk kan dat verplicht gesteld gaan worden. En dan ga ik het wel doen. Want ik wil mijn baan niet kwijt. En dat is dan een keuze van mij. En dan ga ik me alleen maar laten injecteren met dat waarvan mijn werkgever zegt, dit is de norm, dit moet. Nou, als het zo is, dan is dat zo. En omdat ik 60 ben, verwacht ik niet dat ik er veel problemen van kan krijgen op de langere termijn. Want de langere termijn, die is er voor mij helemaal niet. Ik hoef me geen zorgen te maken van, ja, als ik me nu laat injecteren, dan krijg ik over 40 jaar misschien wel darmleverkanker. Nee, want over 40 jaar ben ik al dood. Dus dat maakt het voor mij wat makkelijker. En als ik jong was, dan... Ja, misschien toch. Maar zo erg is het niet. Ik hoor mijn werkgever er niet over. Maar ze hebben het gehad over hepatitis B. Dat ze dat mogelijk verplicht gaan stellen. Dat heeft ergens gestaan in de arbeidsvoorwaarden. Dat je daarmee akkoord gaat. Dat het zo is. Niet dat je het al toestemt, maar dat je verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de werkgever kan zeggen, onder sommige omstandigheden, dat je gevaccineerd moet worden. En dan is het ook serieus. Nou, oké, dan maar. Beroepsrisico, noem ik dat. En zo moet je er zelf ook tegenaan kijken. Niet zo moeilijk. Oh, zie de bright side, man. Blijf lachen. Want er is niks aan de hand. Je hebt dat Babylonische gedoe met het meer godensysteem. En dan de moedergod. En dan een man op aarde. En die is dan de god op aarde.
Dus de moeder, dat is, die is in de hemel. En die moeder heeft een zoon. En dat is de zoon van God. Dus. En die is de baas. Dat is Babylon. Ja. En dat was 5000 jaar geleden al zo. En het is nu nog steeds zo. Oh, maar ik vind wel heel verrassend hoor, dat het was 5000 jaar geleden of zo, hè? En dat is dus nooit veranderd. En niemand heeft er wat aan gedaan. Nee, precies. En de Bijbel staat vol met mensen die hun longen uit hun lijf hebben geschreeuwd. Van, help toch niet dat systeem. Maar gedraag je een beetje. Doe niet mee met die idioterie. Maar... daar luisteren we niet naar. Dan denk ik, ja, de Bijbel, hè, dat is zo'n oud boek, hoor. Ja, dat vind ik het wel, hè, met zo'n oud boek. Hè. Dan denk je toch, ja, hoe oud is het eigenlijk? Hè? Dat is het eerste wat ik denk. Hè. Kijk, Harry Potter, hè, met J.K. Rowling, hè, dat deel 1, nou, dat weet ik nog, hoor. Dat was 1998 en dat weet ik dus precies. Hè. Maar met de Bijbel niet, hè. Ja, daarom lees ik liever Harry Potter. Want dan weet ik tenminste hoe oud het is. Gaat overweg. En Babylon, die Babylon doet dan mind control. Snap dat nou eens een keer. Kijk, ons mens zijn, en dat is wat ik nu goed onder woorden kan brengen, zit als volgt in elkaar. Kijk, wij hebben een bewustzijn. En ons bewustzijn, dat manifesteert zich doordat wij reageren op prikkels. Dus als je heel hard boe roept tegen een baksteen, dan blijft die baksteen gewoon liggen. En als je tegen een baksteen zegt van, stoute baksteen, ik ga jou helemaal vermalen tot zand. Dan gebeurt er niets in die baksteen. Moet je eens tegen een koe zeggen. Moet een koe eens duidelijk maken dat je hem gaat slachten. Dan zal je zien dat die koe gaat reageren. Maar die baksteen niet. Nou, dat is je bewustzijn. Goed begrepen? Zo zit het in elkaar. Nou, waar komt dat bewustzijn vandaan? Nou, dat komt niet uit de materie. Want dat kan niet. Dat heb je nooit een verhaal voorbij kunnen verzinnen zonder dat je gebruik maakt van... ja, je hebt dus heel veel gewone materie, hè? Maar dan heb je ook hele magische materie. En ja, die weten we dan nog niet, hè? Maar dat is de onzichtbare magische materie. En die in combinatie met de gewone materie, dat geeft bewustzijn. Of een of ander logo-verhaal wat in dezelfde categorie valt. Je verzint er iets bij wat je van tevoren aanneemt en dat heb je nooit aangetoond. Maar dat moet er wel zijn, want anders is jouw plaatje niet correct. Maar materie kan geen bewustzijn veroorzaken. Dus je bewustzijn, dat is dan kennelijk iets en dat staat op zichzelf. En het is je bewustzijn, zo moet je het zien, het is jouw bewustzijn dat de materie rangschikt. Zoals de plant, als die groeit, die rangschikt de aarde en de lucht en het water en die fotonen van de zon, die energie. Al die chaotische input, het is pure chaos wat een plant als input heeft. En die plant met zijn bewustzijn van de plant, zet die al die chaos dingen om in een vorm. En dat ben jij ook. Dus een plant is niet het zaadje. Nee, die plant is die plant. Dat is dat fenomeen. Dat is dat, die plant. En dat het hele fenomeen opgesloten kan zitten in zo'n heel klein zaadje. Ja, dat is apart, hè? Dat is heel bijzonder. Ja. Jouw lichaam denkt ook. Dus jouw lichaam is ook in die zin bewust dat het reageert op prikkels. Puur jouw lichaam. Als jij kijkt naar een pornofilm,
En reageert jouw lichaam daarop? Dat is vastgesteld. En hoe? Nou, dat hoef ik je niet te vertellen. Ja. Je krijgt dingen als dat de temperatuur van je lichaam omhoog gaat. Feeling, hot. Hè? Daar komt dat vandaan. De temperatuur van je lichaam gaat omhoog. Je gaat misschien meer transpireren. En dan heb je nog dingen als, en daar hebben we het dan niet over. Hè? Wat er tussen je twee grote tenen zit. Daar gebeurt ook iets. Zowel bij mannen als bij vrouwen. Nou, dat is jouw lichaam dat zich bewust is van die porno. En niet jij. Dat is je lichaam. Het gaat ook onmiddellijk. Het is voor mensen best moeilijk om te kijken naar porno en die lichamelijke reactie niet te hebben als ze daarvoor kiezen. En er is ook porno, die kan je mij laten zien en denk je van ja, daar wil ik helemaal niks aan. Dat zegt me echt helemaal niks. Dat vind ik saai. Huh? Ja, er is ook porno die dan mij aanspreekt als beeld, als dit. Zo. Ik ben inmiddels zover dat ik bepaal hoe ik... of mijn lichaam erop reageert of niet. Ik heb in die zin mijn lichaam onder controle. En ik laat mij niet meer afleiden door de reactie van mijn lichaam. Maar veel mensen hebben die mate van beheersing niet. En die raken lichamelijk opgewonden van porno. En die gaan dan vervolgens lichamelijk opgewonden helemaal zijn. Ja, maar die mensen geven zich over aan het bewustzijn van het lichaam. En die doen alsof het bewustzijn van het lichaam dat zij dat zelf zijn. En dat kan niet. Want je lichaam is niet bewust. Dus je lichamelijke bewustzijn, dat is een schijnbewustzijn. Dat is een automatisme. Dat is aangeleerd. Dat heb je opgelopen. En dat is niet erg. De bedoeling is dat jij dat als mens gebruikt. Als jij een instrument gaat leren bespelen, dan leer jij je lichaam dat instrument te bespelen. En dan kom je uiteindelijk op een niveau waarin je je lichaam kan laten spelen terwijl je zelf aan het zingen bent. En je lichaam speelt wel door. En dan kan je nog zover gaan dat je lichaam speelt gitaar. En uit je stem komen allemaal mooie klanken. En onderwijl denk je van jeetje, die rouwkaart van vorige week, die ben ik helemaal vergeten om door te geven aan Piet. Snap je? En jij bent degene die zich realiseert van die rouwkaart en je lichaam is gewoon lekker aan het optreden. En niemand heeft het in de gaten, want je hebt best mooi gezongen. Ja, dat was jouw lichaam. Dus als je auto rijdt, het grootste deel van als jij achter het stuur zit, dat is compleet automatische piloot. Dat is je lichaam. Je hoeft niet meer na te denken over eerst de koppeling en dan schakelen en dan het gas op laten komen. En nee, het gaat allemaal automatisch. Daar is niks mis mee. Dus je lichaam is als het ware een hulpje in jouw bewustzijn. Er is verder niks mis mee. Maar dat deel van jouw bewustzijn, dat wordt genoemd, onder andere door Osho, Bhagwan, die noemt dat de mind. Nou, die mind, dat is het ding wat je kan sturen in een massa. Je kan de minds van de verschillende mensen in een massa, die kan je allemaal dezelfde kant op sturen. En dat doe je als je een heerser bent.
die echt heerst. Je kan ook zeggen, ik ben de voorzitter van een grote gemeenschap en ik vind die mensen heel aardig en ik wil wel de voorzitter zijn. Maar dat is een functie. Hè? Maar een heerser die zegt, ik ben de baas. En dat zal ik laten weten ook. Ja, zo'n heerser die moet die minds, of de mind van het volk, die moet hij sturen. Anders kan het niet. Het kan niet op een andere manier. Oh, en hoe sturen ze hem? Met angst. Dus ons angst aanpraten. Over hele ingewikkelde dingen. En wij snappen er dan niks van. Maar ja, zij zijn echt heel erg verstandig hoor. En die weten echt alles hoor. Dan moeten we gewoon vertrouwen, snap je? En dan krijgen we allemaal angstbeelden. Dus klimaatangst. Corona-angst. Zeg maar. In de meer van angst. Economische angst. Angst voor ja, corona-ziektes en al die dingen. En die tweede is de seks. Dus dan gaan we het hebben over seks. De grote God gaan ze tijd halen we de seks bij. Over drugs. Drugs. Oh, dat mag niet hoor. Drugs is verboden. Ja, nee, oh, drugs. Nee, als je ouder bent dan 13,5 hoor. Nou, dan komen we dus allemaal, doordat ze tegen drugs zijn, gaan we allemaal denken, waarom is drugs toch verboden? Gaan we toch een keer proberen? Nou, dat is precies wat ze willen. Ja, drugs, seks, stomme muziek. En dan angst eroverheen. Nou, hebben ze de boel fijn onder controle. En als je er niet aan meedoet, zoals ik. Ik doe er helemaal niet aan mee. Ik kijk er alleen maar naar. En ik maak plannetjes. En dat is mijn leven. Dus zo moet je jouw leven ook gaan doen. En heus, als die coronacrisis weer voorbij is, dan komen ze weer met wat nieuws. En je hoeft niet bang te zijn dat we massaal vergiftigd gaan worden of dat ze Nederland onder water gaan zetten. Of... Nee. Het is niet echt te verwachten dat ze dat snel gaan doen. Het is wel zo dat ze dat al, dat ze erover nagedacht hebben. Dat denk ik wel. Want als we nou de dijk bij Lelystad opblazen. Wat zouden we daaraan kunnen verdienen? Dat soort dingen gaan ze doen. Dat zijn vrij ledige mensen hoor, die jongens en meisjes van de wereldorde. Maar daarover later meer. Het was de ontdekkingen die ik gedaan heb, hè? Dingen die voor mij duidelijk worden, dat ze op een plek vallen. En dat het duidelijk wordt waar je op moet richten. Je eigen leven. En je hebt helemaal geen privé-helikopter nodig of een privé-jet. Dat zijn apparaatjes, die zijn van de mensen die allemaal zo tegen de CO2 zijn. Want die moeten dan overal naartoe met hun privé-jet om overal te vertellen dat mensen moeten ophouden met CO2 te produceren, hoor. Snap je? Doe lekker kolomol. En tot de volgende keer. In goede gezondheid.